Bij deze online meetup over de verantwoording en het slot rondom de budgetten van het BuurtBespaarBudget. En dan de tweede lichting. Jullie zijn uitgenodigd om jullie vragen te komen stellen over hoe moet dat nou precies met die verantwoording. Mijn naam is Martine van Harte. Ik zal even deze sessie een beetje begeleiden. En zo dadelijk zullen we ook starten met een Mentimeter. Dus pak alvast je mobiel er eventjes bij, want dan ga ik jullie zo meteen ook een code geven. Ja. Ondertussen dat jullie je mobiel erbij pakken, ga ik even mijn medesprekers naar voren halen. Dat zijn Vincent Jacobs. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Vincent heeft een beetje een kraak in zijn stem, maar daar is niks aan te doen. En we hebben Arend-Jan Zwart, onze expert op het vlak van de financiën. Arend, je mag je microfoon even aanzetten en even hallo zeggen. Goedemiddag allemaal. Kijk, hallo Arend-Jan, fijn dat je erbij bent. En dan zou ik graag meteen weten een beetje wie we in de zaal hebben. En dat gaan we vandaag ook even weer doen met een Mentimeter. En die is vandaag wat anders dan gebruikelijk. Jullie kunnen naar Menti.com gaan op je telefoon. Naar Menti, of misschien wel op de website, kan ook nog. Menti.com. En dan hebben we daar een code 5993-9604. Die kun je daarin typen. En dan kom je bij de vraag: waar in Nederland zijn jullie bezig? Nou, misschien wil Vincent de code ook even in de chat zetten. 5993-9604. En nou zie je een kaart van Nederland. En nou kun je daarop klikken. Nou, je kunt een punt aangeven. Kijk, ik zie al een eerste verschijnen in Noord-Limburg, denk ik. En eentje in Noord-Holland. Kijk, hartstikke leuk. Nou, dit is voor ons een primeur. Kijken of deze kaart echt werkt. En nou, kei leuk. Goede verspreiding meteen al over heel Nederland. Ik laat de stippen gewoon even binnenkomen. Nou, Noorden al 3 stippen. Beetje de westkant, het zuiden. Het oosten zie ik alleen in Drenthe. Een goede stip. Zijn er nog meer mensen die ook een stip willen zetten? Ja, kijk, komen we al iets centraler. Overijssel, nog eentje Friesland, Noord-Holland. Nou, kijk, leuk. Ik vind dit experiment al geslaagd met de kaart. Maar we gaan toch lekker door naar de volgende vraag. Hoe ver zijn jullie in de verantwoording? Jullie hebben budget gekregen vanuit het BuurtBespaarBudget. Projecten opgezet, activiteiten. En 1 mei is de sluitingsdatum voor het inleveren van de verantwoording. Vorige week is daar een mail over binnengekomen. Als het goed is hebben jullie die allemaal ontvangen. Gaat Vincent zo meteen nog wat meer over vertellen. Maar ja, hoe staan jullie er nu voor? Nog niet naar kunnen kijken. Online formulier al wel bekeken. Hulpdocument al wel bekeken. Ook al informatie bij elkaar verzameld. Of misschien al delen ingevuld. Nou, dat is wel een goede score, vind ik. Het zou wel rap zijn als alles al klaar stond om te verzenden. Dus ik vind dit een mooie. Even kijken, we kunnen hem meteen sluiten. Zo, ik ga jullie allemaal weer even terughalen. En ik ga vandaag ook even het woord geven aan Vincent Jacobs, die van LSA Bewoners is. En beheerder van het BuurtBespaarBudget. Dus Vincent, ga je gang. En tussendoor, mochten jullie vragen hebben, zet ze vooral even in de chat. Ja, medebeheerder hoor, Martine. Volgens mij doen we het gewoon zoveel mogelijk met elkaar. Maar dankjewel voor het woord. En, ja, het is een aantal... Kijk, we hebben natuurlijk vorige week de mail gestuurd met de uitleg in over hoe de verantwoording gaat plaatsvinden. Dus het is misschien handig dat we daar nog heel even doorheen lopen. En ik zal jullie ook zo heel even naar het formulier laten zien wat op de website, het formulier wat inderdaad ook op de website staat. En jullie hebben ook, als het goed is, een hulpformulier, zeg maar, eigenlijk gewoon ook nog een Word-document erbij gekregen, wat eigenlijk hetzelfde is als het online formulier. En mijn tip vooraf, oké, ik ga heel rustig praten. Ja, ga maar gewoon lekker naar de zichtbare onderdelen, zou ik zeggen. Maar ik weet niet of ik hoorbaar ben, maar het geluid is echt heel slecht. Ja. Wij weten dat Vincent zijn aansluiting op het geluid inderdaad ontzettend kraakt. We kunnen er niet zoveel aan doen. We hebben vooraf aan deze sessie ook al geprobeerd om zijn aansluiting goed te krijgen. Gelukkig heeft Vincent ook een onderdeel waarbij hij gewoon vooral onderdelen kan laten zien op de website. Op de website van LSA Bewoners, misschien kun je je scherm even met ons delen. Daar is een online formulier wat bedoeld is voor het verantwoorden van jullie activiteiten. Dus Vincent, haal het er maar even bij. Misschien kan ik deels wat praatwerk van jou overnemen. Zeker. Ja, en ook Arend-Jan. En Arend-Jan hebben we ook aanwezig. Ja, Arend-Jan... dat is natuurlijk goed, ook zo meteen. Misschien kan jij jezelf ook even voorstellen, Arend-Jan. En Vincent, wil jij alvast de website even delen? Zoals Vincent al zei, hij is de projectleider. En LSA heeft mij gevraagd of ik de controle wil doen van de ingestuurde verantwoordingen. Ik heb een achtergrond, mijn hele leven in de financiële sector gewerkt. En ik kon LSA goed vinden, het feit dat we graag willen controleren op basis van vertrouwen en niet als een stel bureaucraten. Dus schrik niet van deze sessie. We gaan jullie verantwoordingen met vertrouwen en welwillendheid tegemoet zien. Maar we vinden het wel noodzakelijk dat er controle is. Ook omdat wij ons hebben te verantwoorden richting het ministerie wat het geld beschikbaar heeft gesteld. Want het is wel gemeenschapsgeld. Ja, dankjewel. Ja, Vincent, misschien wil je nog een keer het scherm even delen? Ja, misschien Arend-Jan, kan jij ook even toelichten wat de belangrijkste eisen zijn voor verantwoording? Rondom vanaf hier welke dag je en dergelijke moet declareren. Dat zou ik doen, maar het is misschien handiger qua geluid dat jij dat even doet. En dan laat ik zo het formulier zien. Ja, dan... Ja, als het gaat om... de eisen aan de verantwoording. Wij hoeven niet van ieder koffiebonnetje van een paar kwartjes een kopietje hebben. We hebben duidelijk een grens aangegeven. Bij uitgaven, individuele uitgaven van groter dan €100 willen we graag een verantwoordingsdocument zien. En wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind is, er zijn nog wel eens interne doorbelastingen die worden gedaan. Bijvoorbeeld voor zaalhuur, als er avonden worden belegd. Kijk, als je in één keer €700 opschrijft, dan denkt iedereen, nou, een duur zaaltje. Als je opschrijft 14 weken €50 per avond en iedere avond heeft ook nog 4 uur geduurd, dan kan iedereen de redelijkheid van zo'n bedrag inzien. Dus graag bedragen opbouwen uit aantallen maal prijs, maal frequentie. En dan hoeven jullie niet al te veel bonnetjes op te sturen. Dat geldt ook voor... beloning van vrijwilligers, als die de fiscale norm van €5 per uur krijgen, of een andere norm die jullie hebben. We hoeven echt niet ieder bonnetje van een paar tientjes te zien, maar zeker van de grote uitgaven heel graag. Ja, dankjewel. Vincent, denk je dat het dan nu tijd is om het scherm te delen en het formulier te laten zien waar de verantwoording in geplaatst kan worden? Ja, dankjewel. We hebben hem in beeld. We zien hier lsabewoners.nl/verantwoording-buurtbespaarbudget. Dus dat is de URL waar je naartoe kan. Daar is ook een linkje van gestuurd eerder in de mail. En we zien hier ook de link nog eventjes in de chat gezet door Vincent. Nou, de verantwoording BuurtBespaarBudget. De eerste delen spreken natuurlijk voor zich. Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, naam of organisatie of initiatief. Aan wat voor soort activiteiten hebben jullie het ontvangen bedrag uiteindelijk besteed? Is het gegaan naar ontmoeting, aanpassing aan het buurthuis, kleine energiebesparende maatregelen of bewoners in contact gebracht met subsidiepotjes en daar bijvoorbeeld uren aan besteed? Dan bij uitgaven graag een Excel-schabloon invullen. Het is fijn om dit Excel-schabloon eerst even te downloaden, denk ik, op je eigen computer. Vervolgens staat hij op je computer, dan kun je hem invullen. En dan daarna kun je hem weer uploaden bij selecteerbestanden in dit formulier. Ja. En ik geef het even een naam, van, een bijpassende naam, denk ik, die herkenbaar is voor jullie activiteit of buurthuis. Ja. Zodat wij ook niet in de war raken. Ja, en dan deel ik nu heel even het Excel-formulier ook. En dan is het misschien handig, Arend-Jan, als jij dat even langs de posten loopt. Dat is denk ik het makkelijkste. Ja, nou, we zien graag het Excel-formulier even in beeld verschijnen. En er is ondertussen ook een handje. En ik ga ook even naar de chat kijken. Arend-Jan, er staat nu al een vraag. Waar vul ik andersoortige activiteit in? Dus die 4 activiteiten die zijn aangeklikt of die je kunt aanklikken. Daar heb je natuurlijk een keuze in. Maar past jouw activiteit daar niet in? Dan is het misschien handig om dat toch ergens te kunnen aangeven. Dat is nu niet in het formulier opgenomen. Dus Vincent of Arend-Jan? Ik ga er even vanuit dat het Vincent niet meer lukt om het formulier hierop aan te passen. Ik zou zeggen, kies degene van de 4 die er het allerdichtst bij komt. En je kunt altijd in een toelichting elders nog typen van onze activiteit wijkt af van de gemaakte keuze. En is dit en dat. En dat is natuurlijk ook al in de oorspronkelijke aanvraag genoemd wat jullie plannen waren om te doen. Ja. Het formulier volgt ook de oorspronkelijke aanvraag, oftewel dezelfde tussenkopjes van materiaalkosten, personeelskosten, /vrijwilligerskosten. En zo, die komen allemaal weer terug. Nou, het is fijn om dus je eigen begroting weer over te nemen bij de kolom begrote uitgaven. En in principe is dat dus het hoge bedrag, niet de 80% voorschot die jullie hebben gehad, maar gewoon de totale begroting. En dan tegen de totale begroting, zoals die destijds is ingediend, nu de werkelijke uitgaven te zetten. En je kunt daarbij volgens mij onbeperkt zelf regels toevoegen in de Excel. Ik zie Vincent knikken volgens mij. En nou ja, als je dus bij materiaalkosten 10 bonnen hebt van ieder €200 voor allemaal verschillende zaken, dan kun je gewoon één voor één die bonnen invullen. En als je er dan een koppelingetje maakt, het bonnummer, dat het correspondeert met het bonnummertje wat je instuurt, dan moeten we het probleemloos terug kunnen vinden. En werkelijke uitgaven. Als die boven de 100% zijn, dan is het maximum wat vergoed wordt uiteraard destijds toegekende 100%. Als ze tussen de 80 en de 100% zijn, krijgen jullie het aanvullende bedrag alsnog definitief uitbetaald nadat de totale verantwoording is beoordeeld. Dat is ook een stukje inhoudelijke beoordeling, dat doe ik niet, maar dat doet Vincent. We kijken ook graag naar de foto's, want die spreken vaak boekdelen, geven de impressie bijvoorbeeld van bezoekersaantallen en van participanten. En, als de totale aanvraag dan is goedgekeurd, krijgen jullie het restant nog uitbetaald. Er waren in de ronde van vorig jaar enkelingen die iets minder hadden uitgegeven dan de 80%. En iedereen was zo correct en sportief en ook conform het overeenkomst, dat ze het allemaal inmiddels hebben teruggestort. Dus ook daarin hebben we het volste vertrouwen in jullie. Oh. Ik zag 2 vragen binnenkomen. Ik zag een vraag van, volgens mij, Kim Rijnierse. Klopt dat, Kim? En ik zie ook nog Rob Drabbe die nu zijn handje op heeft. Nee, ik had net mijn hand opgestoken, maar mijn vraag was, ging over die activiteiten. Dus die was ook in de chat gesteld, dus die is beantwoord. Top. Nou, dat gaat lekker vlot. Gaan we door naar Rob Drabbe. We hebben hier een geest wat materiaal. Je bent slecht verstaanbaar, Rob. Je bent heel ver weg. Heel ver weg? Heel ver weg. Ergens in Nieuw-Zeeland ben je. Beter. Het wordt er ook niet echt beter op. Ja. Wat doe ik daaraan? Mijn geluid staat maximaal. Nou, als we allemaal heel stil zijn, dan kan ik jou horen en dan ga ik jouw vraag herhalen. Ik zal het kort maken. Spullen aangeschaft voor een langere periode. Heel veel PE-meters en heel veel slimme stekkers. En ook zelfs een kar hebben we aangeschaft die nog 5 jaar meegaat. Dan zeg ik misschien wel 10. Ja, je hebt dus heel veel spullen aangeschaft die langer meegaan. Stekkers, een kar. Arend-Jan, hoe moet dit verantwoord? Als die spullen zijn aangeschaft in het kader van het plan zoals dat was ingediend bij de start, dan mag het project nog jarenlang vrucht afwerpen in de vorm van gebruik van de spullen en kunt u de kosten probleemloos declareren. De kar was geen kampeerwagen hoor, kwam okay. Er zitten geen vakanties aan gekoppeld. Het is mooi als staccato vanwege het slechte geluid. In mijn mail van 6 maart heb ik aangegeven dat er wat veranderingen zijn van de realisaties ten opzichte van de begroting. Ik zal in mijn verantwoording verwijzen naar die mail. Ja, er wordt hier hard ja geknikt. Rob Drabbe vertelt dat er veranderingen zijn in de plannen. Daar heeft hij eerder over gemaild. En je kan inderdaad in je verantwoording dan verwijzen naar die mail. Ik denk, Arend-Jan, dat wij wel graag zien welke veranderingen er in plannen tussentijds gemaakt worden. Wat natuurlijk heel realistisch is, wat vaker gebeurt. Arend-Jan, kan jij daar wat meer over zeggen? De werkelijkheid wijkt altijd af van je planning. Dus in die zin zullen er altijd afwijkingen zijn, zowel qua projectuitvoering en aanpak als qua financiën. Fijn als u ons hier al tussentijds van op de hoogte hebt gesteld, zoals u hebt gedaan in die mail. Is dat niet het geval? Graag een stukje uitleg achteraf. En als verantwoording of de verandering echt helemaal niks meer met buurtbesparing te maken heeft, dan hebben we natuurlijk een probleem met elkaar, maar ook hierin gaan we ervan uit dat over het algemeen u naar eer geweten gewoon een aanpassing hebt gedaan die hopelijk zelfs een verbetering was ten opzichte van de oorspronkelijk gedachte aanpak. Geen zorgen daarover, het valt allemaal binnen het raam waar we mee begonnen zijn. Kijk. Is mijn geluid al beter inmiddels? Nou, we zijn allemaal heel stil, zodat we jou kunnen horen. Nee, is nog niet echt heel veel beter. Maar we hebben je vragen meegekregen en hopelijk zijn ze ook goed beantwoord voor jou. Mooi, dikke duim. Ik weet niet of er nog andere vragen bij het formulier zijn. In de vorige ronde waren er een enkele organisatie waarvan mensen aangaven, ik ben niet gewend om in Excel te werken, ik kan niet met Excel werken. En die hebben toen gewoon een geprinte PDF ervan opgestuurd. Dat is uiteraard ook acceptabel. Maar liever Excel. Ik heb hier een handje van Tom Katsen en daarna heb ik Annette nog even in de chat met een vraag. Tom. We kunnen je niet horen, Tom. We hebben geen geluid van jou. Zal ik dan op de vraag van Annette ingaan, die ik lees? Ja, dat is heel goed. We hebben iets vandaag met geluid en techniek. Het gaat niet helemaal top. Maar Arend-Jan, ja inderdaad, Annette zegt, eerder werd gezegd dat jullie geen geld teruggestort wilden hebben. Maar dat kan ik dus wel doen als we iets niet uitgegeven hebben. Vraagteken. Ja, als de totale verantwoording binnen het uitgegeven bedrag of reeds ontvangen bedrag van 80% blijft, dan krijgen we het verschil uiteraard conform overeenkomst graag terug. En als je helemaal niks hebt uitgegeven, ja, dan krijgen we graag alles terug. Ik geloof dat dat de vorige keer ook bij één project is voor het komende totaal niet in uitvoering is genomen door allerlei organisatorische problemen in de organisatie. Nou, dan moet het geld gewoon terugkomen. Nou, Annette zegt fijn, goed om te weten. Tom, misschien is het een idee dat jij jouw vraag even in de chat uittypt, als we je niet kunnen verstaan. Dan, en zijn er ondertussen nog andere mensen met vragen over de financiële verantwoording? Het Excel, de verschillende bedragen, bonnen. Misschien nog even ter aanvulling op mijn antwoord voor Annette. We kijken uiteraard naar het totaal en niet naar een individuele post. Dus als er een verschuiving zit tussen posten, dat je zegt van nou, de vrijwilligers hebben harder gelopen en daarom hebben we €100 meer vrijwilligerskosten, maar aan materiaal hebben we wat minder uitgegeven. Dat soort verschuivingen zijn natuurlijk ook acceptabel. Nou, helder. Ja, ik vind het ook helder. Laura van Eeuwijk heeft nog een vraag. Ja, ook fijn dat als je niet alle kosten maakt vanuit de begroting, dat je deze dan eventueel terug kan storten. Dit komt ook door plotselinge sponsors. Oh, top! Ja. Heel mooi. Sommigen dienen inderdaad ook een begroting in. Ik heb wel begroting gezien in de vorige ronde van €15.000, waarvan uiteraard maar 5.000 via LSA werd ontvangen, maar 10.000... van gemeentes of andere instellingen die sponsoren. Nou ja, uiteraard als die inkomsten meevallen, dan is het niet de bedoeling dat er van twee walletjes gegeten wordt. Nee. En ook mooi om te zien dat er dus gedragen activiteiten worden georganiseerd die ook door anderen worden gesteund. Een vraag van Bertie Starmans. Mag er een kolom met toelichting in de Excel aangebracht worden? Absoluut. En ook regels onderaan. Allebei prima. Kijk. En wat is de deadline voor de verantwoording? Nou, die weet ik eigenlijk. Ik denk dat ik Martine al 1 mei heb horen zeggen eerder in deze sessie. Dat klopt. 1 mei moet alles binnen zijn. Dus misschien verstandig om te kijken of je er een weekje voor kan zitten. Mochten er dan nog vragen zijn vanuit ons, dan hebben we nog even een weekje tijd om heen en weer te sparren. Mocht je het niet halen en dat nu al weten, neem dan vooral even contact op met Vincent Jacobs. Hij zal zijn mailadres en telefoonnummer nog eventjes in de chat zetten. Toch, Vincent? Ja. Ja. We hebben dan misschien nog... Ja, en dat is zeg maar jullie deadline. En dan is het, dan proberen wij denk ik ook wel binnen 2 weken zo'n beetje de verantwoordingen gecheckt te hebben. Zodat we dan, dat jullie dan medio mei zeg maar het resterende bedrag hebben om te kunnen ontvangen. Ja, dus we hopen op een snelle afhandeling. We richten ons op 2 weken afhandelingstijd. Waarna dan de resterende 20% van het budget uitbetaald wordt. Vincent, misschien hebben we nog een andere pagina op LSA Bewoners die we nog even willen laten zien? Ja, misschien nog heel even de rest van het formulier, want we zijn nu bij de financiën blijven hangen, maar er zitten nog wat vragen onder ook. Dus als we hem nog heel, als we de rest nog ook even... Ja, laat maar zien, want we kunnen jou echt slecht verstaan. Dus het praten is minder goed, maar ik praat met jou mee, want jij laat zien. Want ik denk dat jij weer naar lsabewoners.nl gaat /verantwoording-buurtbespaarbudget. En daar waren we natuurlijk al gebleven bij het Excel-bestand. En daaronder komt de volgende onderdeel voor de verantwoording. 3 tot 5 foto's. We zien graag wat voor activiteiten er zijn geweest. Wat ons betreft... mag daar van alles op staan. Het is leuk om wat mensen in beeld te zien die bijvoorbeeld mee hebben gedaan. Materialen die jullie hebben gebruikt. Een foto van het pand waarin de bijeenkomst is geweest. Misschien bij mensen thuis, misschien producten die zijn gemaakt, kleden die zijn uitgedeeld. Het mag allemaal op de foto. Graag 3 tot 5 foto's, zodat wij zien ook, er gaat natuurlijk wat meer leven, wat voor activiteiten er zijn geweest. Daar hoort ook een naam van de fotograaf bij. Het zou kunnen, als het nou echt prachtig mooie foto's zijn, dan is het voor ons ook heel leuk om die bijvoorbeeld te gebruiken in de verantwoording naar het ministerie toe. Maar misschien ook om er een verslag mee op te illustreren. Een verslag over het buurtbespaarbudget wat we gaan plaatsen op de website. Dus het zou fijn zijn als de naam van de fotograaf erbij staat. Dan hebben we nog een vraag. Hoeveel mensen heb je bereikt? We zijn benieuwd hoeveel personen jullie deze winterperiode totaal hebben geholpen. Een persoon die met wie je meerdere keren contact hebt gehad als 1 persoon opgeven. Een inschatting. Dat kan natuurlijk 10 mensen zijn en 10 mensen die je heel goed hebt geholpen. Het kan ook 50 of 100 mensen zijn. Het gaat om mensen met wie je contact hebt gehad. We hebben een vraag in de chat van Tom Katsen. Tom Katsen vraagt, wij hebben bedragen naar ons idee goed besteed, maar de kans of de kracht om mensen op events te bereiken is groot. Is het mogelijk acties later in het jaar te herhalen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmarkt en oliebollen, bijeenkomsten en dergelijke? Deze acties waren heel vruchtbaar. Nou, ik zou zeggen, ja, natuurlijk vooral doen. Als iets werkt en je kunt het zonder het budget van het buurtbespaarbudget doen, want dat is die periode is dan natuurlijk al afgelopen, dan zou ik zeggen, zeker voor herhaling vatbaar. En dat is misschien ook wel juist iets wat we graag wensen, dat de activiteiten die wij mogelijk hebben kunnen maken met het buurtbespaarbudget, dat die juist weer doorgang vinden in het reguliere aanbod vanuit een buurthuis of een stichting of een vereniging. Zeg ik het zo goed, Vincent of Arend-Jan? Geknik. Kijk. Vincent zegt daarin op antwoord: we kunnen vanuit de buurtbespaarbudget niet meer financieren, maar het buurtfonds vanuit de Postcode Loterij is mogelijk een goed fonds om dit soort activiteiten te laten financieren. Dus heb je nog extra financiering nodig, bijvoorbeeld voor een Sinterklaas of Kerstmarkt, probeer het eens bij de Postcode Loterij. Dan gaan we terug naar het online formulier op lsabewoners.nl. Hoeveel buren hebben jullie benaderd? Ja, probeer daarbij ook een inschatting te maken, misschien met deur-aan-deur gesprekken bij de supermarkt, flyers uitdelen. Dat soort acties die allemaal bij elkaar optellen. Hoeveel buren hebben jullie uiteindelijk actief geholpen? Nou, ook hier we begrijpen dat het niet altijd precies inzichtelijk is hoeveel mensen dat exacte aantal zou moeten worden. Maar ook hier weer een schatting. Hoeveel van die groep buren kende je al? Een buurthuis heeft natuurlijk een netwerk. Veel van de mensen in dat netwerk zijn bekenden. Komen al een ruime periode over de vloer. Doen mee aan activiteiten of zijn vaker terug te vinden. Hoeveel van deze mensen kende je al? Die mee hebben gedaan aan de activiteit vanuit het buurtbespaarbudget. En hoeveel nieuwe heb je ontmoet? Uiteindelijk, hoeveel energie is er bespaard? Een groot veld. Kun je een inschatting geven van de totale besparing in CO2 die met de actie is behaald? Denk hierbij aan de besparingen in jullie buurthuis zelf, maar ook aan de besparing in de huishoudens van de bereikte personen. Nou, misschien dat hier wel wat vragen over komen. Ja, ik zie een handje van Rob Drabbe. Rob, we gaan heel stil zijn. Met slecht geluid. Maar ik denk dat die vraag echt illusoir is. In dit stadium zeker. Dus je kan hem stellen, maar verwacht daar geen zinnig antwoord op. Van mij althans. Nee, ja, duidelijk. Ja, wij snappen dat dit een hele lastig is om uit te rekenen. We zouden zeggen, doe gewoon een goede poging. De een is er misschien ook handiger in, of de activiteiten lenen zich er beter voor dan de ander. Dus wij zijn eigenlijk blij met elk antwoord op dit vlak. Welke activiteit of actie was een succes en waar ben je trots op? Tussen zie ik in de chat nog wat vragen komen. Is er een tool voor berekening, besparing? Ik zou zeggen nee. Ik weet wel dat je voor bijna ieder apparaat kunt terugvinden, als je het gewoon even googelt, hoeveel CO2 gebruikt een vaatwasser per jaar. Dan kun je dat relatief eenvoudig terugvinden. En dat kan je ook van een lamp en een LED-lamp. Ik denk als je het intypt van hoeveel besparing geeft radiatorfolie achter een cv op jaarbasis. En je weet van we hebben in 20 huishoudens bij 5 radiatoren folie aangebracht. Dat je schattingen kunt maken. Maar het blijft allemaal natte vingerwerk. Dat beseffen we ons inderdaad. Dat weten wij natuurlijk. Daar gaan ook de volgende vragen over. Een lastige vraag om te beantwoorden. Een uitleg geven hoe we dit precies kunnen berekenen. Dat kunnen we dus niet. En er is ook geen exacte toolkit voorhanden. Maar er is natuurlijk wel heel veel informatie op internet te vinden over besparingen en de resultaten die elke besparing zou opleveren. Ik zie er meer vragen over verschijnen. Hoeveel CO2 bespaar je met het inzetten van energiecoaches? Dat hangt er natuurlijk vanaf hoe effectief die energiecoaches zijn. Dus ook dat is weer een lastige. Besparing is voor onderdelen een kwestie van bewustwording. Als mensen inderdaad door een stukje bewustwording de cv 1 graad lager zijn gaan zetten. Dat is bijna niet te meten. Maar ik denk die praktische zaken waar ik het net over had. Van we hebben zoveel LED-lampen uitgedeeld. We hebben zoveel folie geplakt. We hebben zoveel deuren geïsoleerd met tochtband. Nee, dat je aan die zaken wel misschien iets kunt koppelen. Maar dat je inderdaad aan hoeveel bewuster zijn de mensen gaan leven. Dat je daar niet moet proberen om CO2 aan te koppelen. Nee. We zullen dus ook niet heel streng omgaan met het antwoord op deze vraag. Het is wel leuk om te horen welke activiteit of actie succesvol was en waar je trots op bent. Dat zijn natuurlijk ook weer de voorbeelden die andere initiatieven ook graag horen en die we graag ook delen. Dus dat zou leuk zijn om daar veel voorbeeldactiviteiten uit te kunnen halen. Wat van de dingen die je bedacht hebt, zou je volgende keer anders doen? Ook een hele zinvolle. Het gaat natuurlijk over de leerpunten. En daaronder zien we, als Vincent het beeld even stilhoudt, voor onze eindevaluatie willen we graag weten hoe jullie de ondersteuning hebben gevonden. Kun je met een rapportcijfer aangeven in hoeverre je tevreden bent over de hulp en steun die we vanuit het buurtbespaarbudget hebben geboden. Kies een getal tussen de 1 en de 10. Vincent, kan je een beetje naar beneden scrollen? Gezamenlijke opstartsessies online, Facebookpagina, de materialen toolkit. Misschien dat jullie dat nog wel weten. Die staat op hier.nu/buurtbespaarbudget. En daarin vind je verschillende materialen, zoals beeldmateriaal, teksten en informatie, vragen buren in het slimme burenoverzicht en de energiebingo. Er is ook nog een energiebespaarquiz ingeplaatst. En verschillende tips en trucs om energie te besparen, die je bijvoorbeeld kunt delen met het netwerk rondom het buurthuis. Dan komen we bij de laatste vraag. Was het budget dat je hebt, dat je hebt ontvangen toereikend voor de activiteiten die je wilde doen? Had je meer geld nodig gehad? Ook daar hebben we graag een antwoord op. En wat is jouw tip voor ons als organisatie? ben je door mee te doen aan het buurtbespaarbudget in contact gekomen met nieuwe energiepartners in de regio. Denk bijvoorbeeld aan een energiecoöperatie of een contactpersoon bij de gemeente. Zijn er nieuwe contacten, nieuwe relaties ontstaan? Dit kunnen natuurlijk ook duurzame relaties zijn, waarvan je denkt, nou, we gaan volgend jaar weer samen met de energiecoöperatie een activiteit opzetten. Of we hebben nu een goede ingang bij de gemeente, een contactpersoon. We kunnen daar meer mee afstemmen en kijken of we meer gezamenlijk kunnen optrekken. Dus dat soort contacten zijn leuk om even te noemen. Nou, dan daaronder de grote blauwe knop verzenden. En dat dan voor 1 mei. Even kijken, ik kijk nog even naar de vraag. Onze buurt bevat meer dan 7000 inwoners. Daarvoor hebben we ook de aanvraag gedaan. Die kennen we dus niet allemaal. En ook advertenties geplaatst. Ja, dat is natuurlijk een hele grote groep. Wij snappen ook dat je die natuurlijk niet allemaal persoonlijk kent of bij naam kent, al helemaal niet. Advertenties plaatsen is denk ik een goede manier om een bredere groep te bereiken. 7000 inwoners, daar moet je wel een klein beetje massamedia op inzetten om die te bereiken. Dus ja. Zijn er nog meer vragen? We hebben nog 20 minuten. Ik zal nog een vraag over de richtlijn bij de CO2. Die vraag is vooral ingegeven, zoals ik al eerder probeerde te zeggen, door te kijken van concrete materiële aanpassingen die er gedaan zijn. Sommige, ik kan me uit de vorige ronde herinneren, hebben zelfs zonnepanelen op het buurthuis geplaatst, geloof ik. Die kant van de CO2-besparing moet je denken en niet aan wat is het effect bij 7000 mensen die met een advertentie bereikt zijn van stook bewuster, want dat is niet te schatten. Niet te doen, nee. Ja, dankjewel. Dat geeft nog wat extra duidelijkheid. Nou, ik laat even een stilte vallen, dan kan iedereen nog even nadenken of hij nog een vraag heeft. Ik zie nog een vraag van Kim. Het antwoord daarop is ja. Als je natuurlijk zegt van ik heb nog een aanvullende goede foto of ik heb nog een rekening van instantie A, B of C die nog niet ontvangen was, maar die ik inmiddels wel heb ontvangen, kan je dat natuurlijk graag nazenden. Soms vragen we ook om spullen na te zenden als we missen. Stilte. Ja, dan moeten andere mensen natuurlijk iets zeggen nu. Ja, misschien Martine, kan je mijn opmerking nog even herhalen die ik in de chat heb gezet over het diploma. Even jouw opmerking zoeken. Ja, als je op verzenden klikt, wacht totdat je een melding krijgt dat het is verzonden. Door het uploaden van bestanden kan dit soms wat langer duren. Dus niet in de tussentijd wegklikken, je website wegklikken of denken nou ik ga er van tussen, sluit de boel maar af. De foto's zorgen natuurlijk voor wat extra uploadtijd. Dus even wachten tot de bevestiging dat het ook echt is verzonden. Ik heb nog wel een opmerking. Ja, ik hoorde hier een vrouwenstem. Ja, ik ben dat. Hi. Ik heb wel een vraag. Ik vulde gisteren mijn naam, adres en die gegevens in het document. Ik dacht, het staat er al. Maar toen ik hem daarna weer opende, was alles verdwenen. Dus ja. Het lijkt alsof je het alleen maar onthoudt als je verzendt. Dus dat is wel belangrijk te weten. Als je het voren invult, ben je een beetje het haarsje. Moet je 2 keer doen. Ja, dat is een hele goede opmerking. Dat klopt inderdaad. De digitale pagina, de URL, onthoudt jouw gegevens niet. Dus ga jij beginnen met invullen van de verantwoording, dan moet je dat eigenlijk in 1 moment achter elkaar invullen en op verzenden klikken. Dus verzamel eerst alle informatie die je nodig hebt. Daarvoor is ook het hulpdocument opgesteld. Het is een hulpdocument meegestuurd, wat je dus van tevoren al kunt invullen. Dat weet ik. Ja. En wat je helpt bij het verzamelen van alle informatie en het klaarzetten. Ook het Excel kun je natuurlijk van tevoren al even downloaden en invullen en opslaan op je computer. En is het moment daar, de dag dat je de verantwoording echt gaat indienen. Zorg dan dat je dat eigenlijk in één ruk allemaal invult, de bestanden uploadt en op verzenden klikt. Ja, dankjewel. Ja, dat is een hele goede opmerking. Ik dacht het, anders lopen anderen er ook tegenaan. Ja. Oké. Helemaal fijn. Ja, dankjewel. Even kijken. Ik zag hier een vraag die ook is beantwoord door Vincent. Je kunt nog wel tot eind april kosten maken, toch? Zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswaarderingen of laatste dingetjes, et cetera. En zegt Vincent, ja, dat is geen probleem. Tot de dag voor 1 mei kun jij nog je kosten maken en invoeren. Dan wordt het wel iets spannender met het invullen van de verantwoordingen op 1 mei. Maar doe vooral wat je kan. Er is nog een vraag. Is 5 foto's het maximum? Daar is het antwoord op. Via het formulier kan je inderdaad maximaal 5 foto's indienen. Maar heb je meer mooie foto's, dan mag je die natuurlijk altijd naar ons toesturen. We hebben die natuurlijk graag. Dus. Ik hoorde net nog een stem die er een beetje doorheen ging. Daar was misschien nog een vraag, of is die ondertussen in de chat al gesteld en beantwoord? Wel fijn, zo in de stilte. Nou mensen, als er geen vragen meer zijn uit de digitale zaal, dan kijk ik nog even naar Arend-Jan. Heb jij nog informatie die je graag wil delen in deze groep? Ik wil iedereen succes wensen. En ook maar alvast goede paasdagen. Dankjewel. Vincent, met je haperende stem. Heb jij nog iets wat je graag wil delen hier? Nou, veel succes met de afronding. En inderdaad, ik zeg het ook in de chat. Mochten jullie dus nog tussendoor vragen hebben of dingen bij de Van echt tegenaan lopen, stuur nog gewoon even een mailtje. Ja, dankjewel Vincent. Ja, natuurlijk, jij bent de vraagbaak. Dus mochten er nog losse vragen zijn. Ik zie hier al 2 mailadressen in de chat staan. BuurtBespaarBudget, @ LSA Bewoners. Deze wordt gelezen door Vincent. En natuurlijk zijn persoonlijke mail Vincent, @ lsabewoners.nl. Ook daar kan je naartoe mailen, mocht je vragen hebben. Nou, dan zijn we lekker een kwartier vroeger klaar. Kan iedereen een lekker boterhammetje eten? Ik in ieder geval wel. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken. Inderdaad, hele fijne paasdagen. Succes met het invullen van de verantwoording. Ja, we hopen op veel succesvolle activiteiten. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot een andere keer. Dankjewel. Bedankt. Dank je. Tot ziens. Dag. 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 Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.